Op de kruising Sonstraat met de Dordanellenstraat op de Maasvlakte heeft vrijdagochtend een ongeval plaatsgevonden tussen twee vrachtwagens. Waarschijnlijk werd de 45-jarige chauffeur verblind door de laagstaande zon. De man werd door de klap uit zijn cabine gesmakt en werd geraakt door zijn eigen vrachtwagen. Toegesnelde hulpverleners hebben de man nog gereanimeerd. Dit mocht niet meer baten. De andere vrachtwagen kwam enkele meters verderop in de berm tot stilstand. De chauffeur van die vrachtwagen raakte niet gewond. De kruising is lange tijd afgesloten geweest voor sporenonderzoek. Takelbedrijf Steenhoven heeft beide vrachtwagens geborgen. Hierna werd begonnen met de schoonmaakwerkzaamheden. Door het ongeval was er ook olie uit de vrachtwagen gestroomd. De verkeersongevallenanalisten van de politie Rotterdam-Rijnmond doen nader onderzoek.